Kijk eens hier, geen spelkaarten hè. Ik ben hier uitgenodigd naar wel acht voorstellingen van Jackie Lafon. Zo dankbaar. Goedemorgen. Goedemorgen, Herbert. Maar jij weet van geen ophouden hè. Oh, elke keer dat ik zeg, ik had nu ook terug voornemen gemaakt, zal ik maar zeggen, Goeie voornemen. Ik had toch een klein beetje rustiger aan doen. Maar ja, en dan kwam uh, shows met een heel mooi voorstel, echt wat mijn ding is eigenlijk, variétéshow. En ik doe dat samen met Jan Wuiters, Prachtige Stem, een ballet. En dan uh, Noi Pacon, een attractie uit... Uh, ik zal het maar zo zeggen. Nu noemt dat special act, maar ik zeg gewoon attractie uit Nederland. En zij doet een heel mooie acrobatie. Met een hoepel en dan ook tussen een gordijn. Zo. Maar ik zeg ook altijd aan de mensen, thuis nooit proberen. <laughs> ja, het zal wel zijn. Jackie, waarom kan je niet stoppen? Omdat ik het nog zo graag doe, Herbert. Omdat mijn gezondheid het nog toelaat. Omdat de passie is er nog, en dat is voor mij het allerbelangrijkste. Zo, die shows, Wij worden ook zo in de wat gelegd, wij worden goed verwend door comedy shows. En het is heel leuk om te doen. Alleen, bij mij was het zo een beetje aanpassen, omdat ik ben. Uh, de CC is niet gewoon. Ik heb daar al op getreden, uiteraard. Maar ik heb graag zo mensen aan een tafeltje dat ze mogen consumeren. Dat is een totaal andere sfeer. Maar we hebben nu de première gedaan in mijn geboortestad Tendermonde. en dat viel super super goed mee. En wij waren allemaal zo gelukkig dat we zeiden: oh, er moeten er nog meer komen, er moeten er nog meer komen. Dus we gaan ervoor en wij doen het allemaal ontzettend graag. Ja, en nu zitten ze daar gewoon in een stoel te kijken naar. Ja, ja, zonder betening. Ja. Dat maakt jou een beetje zenuwachtig misschien ook. Wel, wij waren sowieso al zenuwachtig <laughs> omdat het de eerste keer was. Maar alles was perfect. De klank was goed. De belichting was goed. We hebben zo'n professionele mensen ook rondom ons. Allemaal jonge mensen. En uh, ja, wij worden echt verwend, ik zal het zomaar zeggen. En dat maakt het ook allemaal. Zo plezant, er is zoveel vriendschap, er is zoveel liefde. Ik zal het zo zeggen, want iedereen doet het met heel veel liefde en is zo gemotiveerd. En ja, dat kan alleen, ik kan alleen maar zeggen, ik doe het met hart en ziel en ik voel me achteraf heel gelukkig. Zo schoon. Ja, ja. We gaan kijken naar een van de gasten uh, in de show. Hè. Um, Jan Wuitens. Jacques Lafont staat in het theater met een variété-show. Zo dankbaar. Met Jan Buitens, met danseressen, met een uh, acrobatie-act. Ja. En je vindt het fantastisch om te doen. Maar de humor. Hoe heb je die gekozen en waar heb je die bedacht? Wel, uh, de humor dat is altijd het moeilijkste in een show. Maar ik doe nu al tien jaar uh, De Kust in Blankenbergen. Mm -hmm. En... Uh, dat zijn zo een beetje de beste types dat ik eruit haal. Mits wat aanpassing natuurlijk. Ook wat nieuwe moppen erin. Enzovoort, enzovoort. Maar ik moet zeggen... Uh, ja, de meesten zeggen ja, maar het is toch een beetje ouderwetse humor. nee, het is gewoon volkse humor. en ik wil daar niet van afstappen. ik ben begonnen met Gaston en Leo, en dat was ook volkse humor. ik bedoel, Herbert, dat is humor dat iedereen direct verstaat. dat mag een beetje seksueel getint zijn. aangebrand maar... Voilà, dat hebben de mensen graag. Dat mag ook een beetje pikant zijn, enzovoort, enzovoort. En ik probeer dat niet te lang te trekken. En dan gecombineerd met een liedje en een balletje en een attractie. Dat is een volledige show. Het duurde de vorige keer te lang. Maar ja, het, het applaus was zo tof en zo enthousiast. En ja, dan doe je er nog een schepje bij. Maar nu is het... Ik heb het uh, nog een beetje bekeken en toch goed getimed. Het, is, het eerste deel is een uur en een kwartier en het tweede deel is een uur. En iedereen is ook zo gemotiveerd en ook als wij van het podium kwamen, elkaar is goed vastgepakt. Uh, iedereen doet het ook heel graag. En weet je, de jonge mensen die geven mij ook heel veel energie. En het publiek ook. Uh, het enthousiasme, het applaus. Uh, op laatste stonden ze dan ook recht. En dat is voor mij zo het beste vitamintje. En, en ja, dat, dat geeft nog altijd een fantastisch gevoel. Een heel gelukkig gevoel. En vooral liefdevol gevoel naar mijn publiek toe. Ja, alle data op jacquielafond.be. Zo is dat, hè? Ja. Wat zou jij doen zonder het podium? Goh. Maar eerlijk zijn, hè? Stel, ja, 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 het gaat niet meer... Zijn. Uh, eerlijk zijn, ik moet eigenlijk niet lang nadenken, Herbert. Ik zou direct uh, uh, mij als vrijwilligster uh, aanbieden. Mm -hmm. uh, het zei, ik heb heel veel gewerkt voor het ziekenfonds, jaren geleden. Ik treed ook heel graag op in een woon- en zorgcentrum. Uh, ik zou mij ook engageren in dierenasiels omdat ik heel graag en heel graag dieren zie. Uh, oh, er zijn zoveel aanbiedingen al geweest eigenlijk. Van Jacky zou dat ons niet komen helpen met dat en zou dat niet komen helpen we dat. Uh, ik zou ook uh, iets oprichten, dat ben ik zeker van plan voor mensen die last hebben van eenzaamheid, die alleen zijn en om samen leuke dingen te doen. Ik zal nu maar zeggen: na namiddag, of een keer weggaan, of een keer lekker gaan eten. Dat moet allemaal niet duur zijn. Is dat nu omdat je zelf die eenzaamheid gevoeld hebt? Ja. Dat klopt. Ik heb, uh, gedurende de lockdown was voor mij de hel, Herbert, de hel. Echt waar. geluk dat ik mijn hondje had uh, dat ik er mee moest buiten gaan en dat ik er mee mocht buiten gaan, maar niemand zien. Heel veel mensen, alleen heel veel, toch een stuk of acht jonge mensen zelfs uh, verloren oh, door COVID. Mm -hmm. Ook mijn zus, uh, een, een goede vriend. Uh, hij, in Blankenbergen, die nog altijd last heeft van de COVID, heel zwaar in coma geweest, eigenlijk afgeschreven geweest, ja, ja, ja. En dan heeft zijn vrouw toch gezegd: uh, Tina, kijk dokter, je mocht alles proberen, ook het longmachine. En hij is er toch doorgekomen. En dat zijn zo dingen dat ik dan allemaal te weten gekomen. En ik had ook, ik zeg dat ook heel eerlijk, oh, ik, ja, ik had schrik om te sterven. Ik had zoiets van, dat zal mijn toer zijn, omdat ik ook, ik kon niet meer slapen, ik vermagerde ook veel, ik kon bijna niet eten. Ik zat echt zo in het diepste eigenlijk van heel mijn leven. Zo niemand niet zien, niemand die kwam, ik kon naar niemand niet gaan. Uh, ik ging drie keer per dag naar de supermarkt voor maar honderd volk te zijn. Heel raar. Ja, ja, je hebt dat gevoel, die eenzaamheid, en je zou iets voor die mensen Absoluut. die dat ook voelen willen betekenen. En ook voor dat is mij, wel mooi omdat er heel veel mensen zijn. Nu is dat over natuurlijk. Maar ik heb daar ontzettend veel last van gehad. Mm. En daarom neem ik nu terug alles aan dat ik denk. Ik ga het ook nog doen en ik ga dat ook nog doen. Familie? Want nee, familie zit er niet meer in. Je ja, kan me vragen, hè? <laughs> ja, nee, familie <laughs> zit er helaas niet meer in. Uh, ik had het nog graag gedaan, Herbert. Ik zeg dat ook eerlijk. En ik heb ook telefoon gekregen om terug. Uh, dat is een paar jaar geleden. Maar. Het antwoord was... Uh, ik zeg, ja, ik zeg, uh, als dat niet te zwaar is en als dat niet elke dag is... wil ik af en toe zeker een keer terugkomen. Ik heb dat ook altijd heel graag gedaan. Maar toen zeiden ze, ja, en we zouden dan de eindplot... <laughs> Houdt u vast. Ik heb mij ook moeten vasthouden. ik ben moeten gaan zitten. En we zouden dan de eindplot uh, Rita laten sterven. En ik mm. had zoiets van... Dat zou ik, niet ik wil maar één keer in mijn leven sterven. Ook al is het mijn personage. Dan niet. Nee, ik heb gezegd, nee, dan hoeft het eigenlijk niet. Maar ja, wie weet. Zeg nooit nooit. Rita, we gaan... Uh, Jackie, we gaan er toch in drinken, hè? Absoluut. Hey. Uh, Jackie Laffont, .be. Daar moet je zijn als je de, de show kan zien of wil zien. Um, in, in verschillende plaatsen, in verschillende cc's in Vlaanderen. Ja. Met Jan Wuitens, Noypacon. Noiyipakon Noi en een showballet. ballet. Dat van, is een variété show. Ja, er zijn er nog een stuk Of de acht. la Meilleur. Ook eentje. van West-Vlaanderen. Moet je komen maar, kijken. Super tof, echt waar. Ik zal iedereen uitnodigen. Het is heel plezant vooral. Mooie liedjes. Liedjes dat iedereen kent, die iedereen kent. Uh, ook uh, de visuele act is heel mooi. En het ballet. Heel mooi, heel sexy, heel swingend. Merci. Nog een mooie zondag. Bedankt voor je komst. Dank je wel. Graag gedaan. En jij heel graag tot volgende week. Dan zijn we er opnieuw. Tot dan!